Hey jongens, ik ben Dennis Ekendance en vandaag heb ik een live commentary op de map Sanctuary, zoals je ziet. Ja, dit keer is het dus een domination match en op de achtergrond hoor je alweer mensen zeveren. Ik ben net te laat, of ik was net te laat om ze te muten, dus sorry daarvoor. Ja, zoals je ziet, op zich ziet er ook wel uit als een leuke map. Je moet alleen wel oppassen zo hier en daar niet van de map af springt, want best wel hoog als je daar naar beneden valt. Ja, we laten gewoon eens een keer de ACR proberen, want ja. Ik heb echt veel pepernet geprobeerd, alleen ja, weet je, met dat ding kan ik gewoon echt voor geen meter mee aimen. Misschien komt het gewoon omdat ik te veel Battlefield gespeeld heb, dat ik gewoon sowieso al niet meer kan aimen, maar het ging in ieder geval voor geen meter. Dus dat gaan we dus ook niet doen. Oh fuck, de enemy zit natuurlijk daar. Wacht even hier, maar oh, hey, daar loopt er wel een. Hey, daar loopt er nog een. Weg hier, weg hier, weg hier! Ah! Hier. Geluk mee, want weet je, knife is mij niet zo makkelijk als bij jullie. Maar rondje knife, dat is niet zo chill. Even teruglopen, cover, cover. Dat is niet chill. Wat dan nou daar of niet? Ja, dus. 3, 2, 1 en... Ja. Daar liep er een. Ik wacht op die, ik weet dat ze A aan het cappen zijn, maar daar zit er ook een. Ah, fuck, ik wil naar. Oeh, ziet hem, skills, skills, pay the bills. Hier moet ik eigenlijk op kunnen zitten ofzo, dat zou wel chill zijn. Zo mooi. Kom er nou? Nah. Och jee. Wel, oh, shit, 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 shit. Zie maar één, zie maar één. Ik ben nog niet scheef geworden ofzo. Ik zou er verder ook nog eentje, maar ik kan kiezen. Ja, what the fuck? Kom dan. Ja, ik ben er echt niet meer zo van oké, okay, ren erop. Of van, ik kom niet meer worden. Ik ben er niet meer zo van oké, ik ren erop af, want het komt wel goed. Want het komt niet meer goed tegenwoordig. Normaal dan ren ik er meestal op af en dan win ik uiteindelijk toch nog wel. Maar tegenwoordig dan, dan schiet ik gewoon alles mis. Als je net ook al hebt gezien. Dus, enemy heeft natuurlijk al een attack heli. Een kereltje heeft natuurlijk overleefd. Lacht natuurlijk een last stand. Want hij nakt mijn kill. Wat lief. 10 meter aan de kant. Kant daar. Serieus jongen. Ga je eens anders snipen ofzo. Leuk. Kunnen we weer gaan muten. Wat fijn. Wat lekker. Oh joh. Iemand van hun is al 6-0. Dan moet, of 8-0. Dat moeten we niet hebben. What? Oh AC. Ik dacht AC. Wat de fuck. Ga weg. Dit is fucking irritant, jongen. Ik wil weg hier, maar ik kan niet naar buiten, dan word ik gelijk kapot geknald dat ding. Ik moet specialist zien te krijgen, dan kan ik weg. En we hebben natuurlijk geen even lach meer. Ah, net laat. Nee, hij heeft hem nog niet, maar fuck. Misschien dood. Oh, dat was geluk. Dat was geluk. Ik zeg er niks anders van. Het was gewoon fucking geluk. Team, het ga jij maar als eerst jij dood en dan schiet ik de kerel af, waardoor jij dood gaat. Oh ja, ziet hem allemaal niet eens. Oh joh. Dat is altijd zo vies, hè. Dan loopt er een team voor je. En dan zul je natuurlijk net hebben dat die enemy op je team schiet en dat ik erachter loop en dat ik geraakt gewoon dood ga. Nee. Net of hij optic had, of dat hij bij optic zat ofzo, met zijn dikke quickscope skills. Nou, ik zit dus alles mis. Hij ziet hij, neem al die bankjes en dingetjes en ligt hier achterin. Het kan nog altijd, jongens, het kan nog altijd. Oh. Shit. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ik loop wat liever deze kant op als die andere, maar nou heb ik eigenlijk... What the fuck, zat jij? Waar zat jij? Waar zat jij? Oké, jongens, ik zei er niks van. Deel was geluk. Nou ga ik uiteindelijk nog dood. Oké, zoveel geluk verdien ik normaal niet. Gebeurt normaal ook niet. What the fuck? Wow. Wow, 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 wow. Weet je, ik verdien die mo-op gewoon, denk ik.
Ik moet die weg, jongen. Dit is echt niet leuk. Ik ben fucking bang. Nee. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Knife, iemand knife me nou. Nee. Oh, jongens. Nee, nee, nee. Dit is geen fijne plek om te zitten. Ik wil weg, ik wil weg, ik wil. Nee, nee, nee. 10 minuten heb je niet. Dit is zo kut. Dit is niet chill. Ik moet er echt weg, jongens. Ik ga daar ook echt dood. Sowieso op een 23 killstreak. Want dit gaat mij veel... Oh, dit duurt veel te lang. Die kerel die snipe me daar gewoon een ongelofelijke nep snipe kill of zo, weet ik wel. Zo'n fucking overdreven quickscope, echt wat fuck. Of gaat dood door een granaat of iemand die wel in mijn rug staat, dat kan altijd nog. Oké, even wachten. 3, 2, 1. Ik zie die claimer al staan, maar dat kan ik erheen. Ah, zat hij lekker. Ik denk niet dat het een dit wordt, jongens. Dadelijk zit er hier daar eentje. Ja, oh, oh. Jongens, 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 jongens. Als je net zo gespannen bent als ik nu. Dan, nee, echt. Oh, oh. Fuck. 22-0. Het is hier en daar wel wat campy, maar... dit gaat echt... Dit gaat anders echt niet goed komen. Er komen al meer rushing gameplays later, maar het feit is gewoon dat ik hem heb trouwens. Jee. Maar weet je, ik heb te veel Battlefield gespeeld. Daarom ben ik een beetje mijn Call of Duty skills kwijt. Dus moet ik even rustig aan terugkomen, want ik moest gewoon een mob halen in deze map. Want als ik dat niet deed, dan klopt het gewoon niet. En trouwens, dit is wel echt jammer jongens, Blind Eye Assassin. En iemand die voor zich uit zet aimen. Dat is dan wel weer jammer dat ik daar de dood moet gaan. Maar weet je wat, ik pak hem nou terug en ik zeg fuck you. En dan gaat hij gewoon dood. En zoals je dus ook al ziet, tweede mob en ik ben level 79, hè. Dus dat wil zeggen dat ik deze prestige best wel gefaald heb. En dat is inderdaad ook zo. En trouwens, mocht je nou nog iets... Dus ja, trouwens, ik denk dat ik net te laat ben. Maar dit weekend was er dus dubbel XP. Of is. En wanneer ik deze video geüpload heb, dus denk maandag of zo. Dus mocht je nog even iets hebben van, oké, je kon nog even dubbel XP meepakken, moet je dan even nou snel doen. Want het heeft mij wel veel geholpen met levelen, zeg maar. Dus, en als je nog ergens dubbel XP hebt liggen, dan moet je nog even dat gebruiken, dan krijg je 4 keer veel. Ik zag hem wel, ik zag hem wel. Dus laat ik denken, had je hem niet gezien? Oh, nee, 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 nee! Blind Eye Assassin en dan genaaid worden ook door iemand die... Ja, liggen ze met z'n drieën in de hoek te gangbangen. Ah, dit denk ik niet, dit denk ik niet. Dat vind ik dan echt triest. Maar, dat vind ik jammer. Dat vind ik gewoon jammer. Dat vind ik gewoon jammer. Ik denk nou zeker, wat de fuck is dat van retard, maar dat is van de film. Ah, in mijn rug, wat anders. Assassin Blind Eye, I love you. Is die kerel gejoined of zo? Die moet mij nou gewoon naaien. Sinds het moment dat hij gejoined is, volgens mij, of ik weet niet of hij gejoined is, maar stel. Dan zou dat wel logisch zijn, want ik word nou ineens 3 keer op elkaar genaaid door 1 keer met Assassin en Blind Eye en van tevoren had ik nergens last van. En natuurlijk krijgen we dit altijd nog. What the fuck. Zal ik hem tegenkomen hier uit of niet? Hij heeft me al gezien. Precies op die fucking tak dan, hè. What the fuck is dit? Ah! Dat was gewoon een fucking enemy! Ja, wat anders. Ja, ik zie je wel. Ja, dit was pure zelfverdediging, jongens. Dat moet soms. Ja, dat was best wel basisactie volgens mij. Maar gelukkig zo die kerel als mis. Dat is gewoon een zware paalhaas.
Niet slim, jongens. Alle vlaggen pakken. Nou weet je natuurlijk niet waar ze spawnen. Dan staan ze nou waarschijnlijk nu in de rug. Maar we zien op de kaart zijn ze bij A en B. Dus A, eentje. Misschien twee. Eentje met een 6 in. Nee. Dit vind ik altijd een kutplek. Want... Nee, ik doe even terugtrekken, want... Trouw, ik heb het idee dat hier ergens iemand met een 6 en een blind eye zit en die me nou ook in mijn rug naait. En vooral komt die spamplek hier allemaal zo lekker zijn. Zullen we gewoon gaan voor een dubbelmap en no shit. Dat zou op zich wel baas zijn. Live double mo-op gameplay. Ik weet dat daar erin is, maar in mijn rug ook dadelijk. Dus. Dat is kut. Ah, oh, het is afgelopen. Nou, weet je wel, ik hoop dat je het in ieder geval een beetje leuk vond. Het was er nu en dan wel spannend. Maar 47,4 voor een live commentaar met een mo-op. Het was misschien niet altijd even rushy, maar... Ja, ik moest gewoon een mo-op halen, dus het moest gewoon even. Dus ik hoop dat je het in ieder geval wel leuk vond. En ja, als je het leuk vond, laat een like achter. Ja, als je iets te vertellen hebt, ik zou zeggen, typ een berichtje. En ja, natuurlijk lees ik, ik lees alle berichten, dus ja, ben benieuwd wat je te vertellen hebt. En ja, tot de volgende keer. Hè. Oh, ja, trouwens, er komt binnenkort nog wel een live commentaar voor die andere map. Hoe heet die ook weer? Foundation, dus niet dat ik er maar één doe, maar de vorige keer, of nee... Toen bij Liberation en Piazza deed ik ze allebei in één video nog om, maar daar was ik niet zo'n succes. Er waren best wel slechte gameplays. Dus doe ik liever een beetje apart en dan heb ik altijd wel betere gameplays. Dus nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Houdoe!